Vandaag ga ik één dag mijn leven laten bepalen door de letters van mijn naam. Thomas van Grinsven. De M van McDonald's. Ja, je wil mijn geheim horen, hè? De T doet mij denken aan een ander woord en dat is het woord trouwen. Ik ben echt zo ontzettend zenuwachtig. En super tof dat jullie kijken naar alweer een nieuwe video van Gewoon Thomas. En ik kan je natuurlijk vertellen, dit wordt niet zomaar een video, maar een hele speciale video. Ik zit er een beetje anders bij dan normaal. En dat komt allemaal omdat ik werkelijk rechtstreeks zo uit bed ben gekomen. En je wil me niet zonder pet zien op dit moment. Oké, dat willen jullie natuurlijk wel. Dan gaat hij 3, 2, 1 en weer terug. Ik heb mezelf nog niet klaargemaakt, omdat ik vandaag zelf niet mag gaan bepalen wat ik ga doen. Vandaag ga ik namelijk één dag mijn leven laten bepalen door de letters van mijn naam. Voor de mensen die niet weten wat mijn volledige naam is Thomas van Grinsven. Dat betekent dus dat we vandaag gaan beginnen met de letter T en we eindigen met de letter N. De letters van mijn naam moeten dus gaan bepalen wat ik ga eten, wanneer ik me om mag gaan kleden, wat ik ga doen vandaag. Voordat we beginnen wil ik jullie natuurlijk vragen om eventjes een duimpje omhoog te doen. Laten we proberen te gaan voor de 21.500 duimpjes. Misschien gaat het lukken. En ben je nog niet geabonneerd op mij, dan zou ik het echt super lief vinden als je dat hier beneden wil doen. En druk gelijk eventjes op het belletje om op hoogte te blijven van elke nieuwe video. Elke dinsdag om 7 uur in de avond. We zijn gewoon bijna bij de 400.000 abonnees. Ik wil alle nieuwe kijkers enorm verwelkomen in de Gewoon Thomas familie. Het zou toch echt wel een goal zijn als we de komende maanden ergens de 400.000 abonnees gaan halen. En kijk je nu en ben je nog niet geabonneerd, druk dan op abonneren. Want wie weet maak jij het grote verschil. Dan heb ik natuurlijk ook deze video weer een vraag voor jullie. En de vraag is als volgt. Laat het even weten in de reacties. Wat is de eerste letter van jouw naam? Ik ben heel erg benieuwd welke letter het meest gaat voorkomen. En wat zou jij gaan doen bij die eerste letter van jouw naam? Misschien is het wel de V en ga je viool spelen? Laat het even weten hier beneden in de reacties. Ik ben heel erg benieuwd en ik ga ook even stiekem op jullie reageren. Dan is het nu tijd om te gaan kijken naar mijn naam. En dus gaan kijken wat ik moet gaan doen met de letter T. Wat doen we met de letter T? Na te denken over wat allemaal met de letter T begint. Ik zat eerst te denken op het gebied van mijn uiterlijk, want ik sta hier nog steeds in mijn pyjama met joggingbroek. Ik heb nog niet gedoucht en ik heb mijn haren nog niet gedaan. En ik wil eigenlijk mezelf het liefst opfrissen, want dat is wat ik elke ochtend doe. En het is nog vroeg in de ochtend. Maar met de letter T, ja, een trui, dat heb ik natuurlijk al aan. Douchen, dat kan niet. Taren doen, dat kan ook niet. Tuit laten is natuurlijk ook geen woord, het is uitlaten. En u zit ook niet in mijn naam, dus ik hoop dat ik je vandaag nog kan gaan uitlaten. Ga ik ook gaan mijn best doen hoor, komt goed. Maar er is wel een ander woord dat mij te binnen is geschoten. En daarvoor mag Paco mij eventjes nu niet horen. Lieverd, ik heb eventjes wat tijd voor mezelf nodig. Blijf jij eventjes hier? Ja, jij blijft hier. Oké. De T doet mij wel denken aan een ander woord. En dat is het woord trouwen. Paco, ik zei even wat tijd voor mezelf. Ik had niet verwacht dat dit zo lastig zou zijn. Hey, nee, dat is weer een sok. Hier komen. Je bent echt een sokkendief. Ik hoop dat ik nu wel eventjes met jullie kan praten zonder dat iemand mij hoort. Maar goed, we hebben natuurlijk de T van trouwen. En daarom zit ik te denken, misschien moet ik iemand ten huwelijk gaan vragen in deze video. Maar wie? Er zijn natuurlijk twee mensen in mijn leven waar ik ontzettend veel van hou en waar ik graag mee... Is het een grap? Ik denk dat Paco hoopt dat het over haar gaat, want anders zit ze niet zo in de buurt van mij de hele tijd. Ja, je wil mijn geheim horen, hè? Blijf jij hier, dan ga ik weer daarheen, oké? Ik zit te denken om in deze video Paco ten huwelijk te gaan vragen. Omdat Paco natuurlijk mijn trouwe T-viervoeter is. Maar als ik dat ga doen, dan moet ik dat natuurlijk wel op een hele mooie manier gaan doen, zodat Paco zeker te weten ja zegt. Dus daar ga ik even iets op bedenken. Ik ben echt zo ontzettend zenuwachtig. Ze is dus nu aan het spelen in de woonkamer en ik kom dus zo meteen aanlopen. Dan ga ik op mijn knieën en dan ga ik haar dus ten huwelijk vragen. Laten we afspreken dat het een blaf nee is en als ze stil blijft, dan is het een ja. Ze zit hier klaar om het hoekje te gaan. Wens me succes. Lieve Pacorina, wil jij alsjeblieft met mij iets trouwen? Hé, ik heb ook een riem. Kijk dan, die is voor jou. Is dat een ja? Is dat een ja? Ja! Kijk eens. Paco, dan zijn we nu getrouwd. Laat even je mooie ring zien. Kijk, je hebt hem hier om. Een blauwe halsband met goud natuurlijk. Je bent nu een getrouwde hond, hè? Ja, met mij. Oh, we moeten een foto maken. Ja, tuurlijk. 3, 2, 1. Ik denk dat de letter T heel erg geslaagd is. Dan is het nu tijd voor de letter H. En dit is een letter waar ik heel erg naar uitkijk. Want de H staat natuurlijk voor haren. Dus ik ga eindelijk mijn haren doen. Jammer alleen dat dit volgens mij wel betekent dat ik vandaag niet mag gaan douchen. Want een D zit niet in mijn naam.
Dus ja, ik ga nu mijn haren doen. En dat is het dus eigenlijk voor vandaag. Heel fris. Het is nu tijd voor de O. En de O is natuurlijk van het woord omkleden. Gelukkig mag ik dat ook nog doen vandaag. Anders loop ik de hele dag in een joggingpak rond. Op zich vind ik dat niet heel erg. Doe ik vaker, want ik vind het gewoon lekker zitten. Laten we even gaan omkleden. Je zult nu vast denken, ging het altijd maar zo snel. Dan zijn we nu aangekomen bij de M. En jongens, jullie weten natuurlijk wat ik doe met de letter M. Precies, precies wat je nu denkt. Daar gaan we. Wat stel je nou goed snel als ontbijt? Geen idee. Ah joh, we beginnen gewoon de dag met een maestro burger. Kan niet beter. Hoppakee. Ik heb mijn ontbijtje. Dan is het na het ten huwelijk vragen, het omkleden, mijn haren doen en de McDonald's eindelijk tijd. Inderdaad, Paco, om te gaan ontbijten. De M van McDonald's. Smakelijk. Dan zijn we nu aangekomen bij de letter A. En de letter A is natuurlijk van afwassen. Want mijn bord is nu al heel erg vies. Ik had niet verwacht dat vloggen en afwassen tegelijk zo lastig kon zijn. Weer helemaal schoon, nog wel een beetje nat, had ik beter af kunnen drogen. Maar hij kan weer terug de kast in. We gaan er heel snel doorheen, want we zijn alweer bij de allerlaatste letter van mijn voornaam. En dat is natuurlijk de letter S. En dit is wel een favoriete bezigheid van mij, want we gaan naar de sportschool. Ondertussen ben ik onderweg naar de sportschool en kijk eens wie er meegaat. Yes, ik ga weer trainen. Wij zijn klaar met trainen. Het ging best goed. Het ging best wel heel erg goed. Ik ben heel trots op ons. En ik heb de letter S nu volbracht. Dat betekent dat we nu bij het woord van aankomen. En dat betekent dus dat ik nu bij de letter V ben. Ik dacht de V van vis. Nee, we gaan geen vis kopen. Ik hou hem zo toch een vis gaan kopen. Nee, we gaan geen vis kopen. Ik wil een vis. Na het sporten moeten we natuurlijk goede maaltijd hebben. Dus we gaan vis kopen. Hollandse haring. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik lust dit gewoon niet. Lust jij dit wel? Laat het even weten in de reacties als je dit lust. Eigenlijk hoort elke Hollander toch gewoon haring te eten. De zalm behoort natuurlijk ook onder de vissen, dus laten we deze meenemen. Nu op naar huis om zalm te gaan eten. En wat heb jij? Heerlijke kipsalade. Heerlijke kipsalade. Ik ga alleen maar een zalm eten. Een zalm met wraps. Wraps, wraps. Wat zeggen mensen normaal? Wraps. Wraps. Na het sporten en een heerlijke lunch met zalm. Moet er iemand aanrennen? Ja, oké. Okay. Als ik begin met praten tegen jullie, dan komt Paco aanrennen, hè, Paki? Is het tijd voor de volgende letter? En dat is natuurlijk de letter A. De letter A is natuurlijk van het woord abonneren. En als we het over abonneren hebben, dan wil ik jullie eventjes nogmaals bedanken voor al de liefde die ik sowieso al sinds dat ik 4 jaar YouTube-video's maak krijg. Maar ook vooral het laatste jaar heb gekregen. Want wat er het laatste jaar is gebeurd, is echt ongelooflijk. En iets wat ik zelf ook niet verwacht heb. Ik heb het niet veel met jullie over gehad. Gewoon puur wat ik ook zelf iets had van, wat gebeurt er? Want het afgelopen jaar zijn er echt meer dan 160.000-170.000 abonnees bijgekomen. En dat is echt bizar. Misschien heb ik het er een beetje weinig over. En zo ik denk dat het me niks doet. Maar het doet me juist heel erg veel. Dat ik eigenlijk alleen maar iets doe wat ik heel erg leuk vind. En het doel met de video's die ik maak is natuurlijk om jullie blij te maken. En te laten zien dat je gewoon moet doen in het leven wat je leuk vindt om te doen. Dat je moet zijn met iemand waar je graag mee wil zijn. En dat je vooral huisdieren moet nemen. De komende weken zal je gaan merken dat er extra video's online gaan komen. En dat is niet alleen deze maand. Maar vanaf volgende maand kan daar nog een grotere verandering in gaan komen. Ik ga nog niet te veel vertellen. Omdat er wat verrassingen dus voor jullie aankomen. Ik ben in ieder geval bezig met een nieuwe serie. Het wordt echt heel erg tof. Het wordt echt iets waar ik eigenlijk al een jaar bijna mee bezig ben om dit te maken en te bedenken. Het gaat dus allemaal ook zeer binnenkort online komen. Dus druk zeker eventjes op die abonneerknop en op het belletje om op de hoogte te blijven van elke nieuwe video die online komt. En dat moet je zeker even doen, want sommige mensen missen een melding omdat dat belletje niet is aangeklikt. Dan is het nu tijd voor de N. Nintendo Switch. Ik heb natuurlijk ook een Nintendo Switch. Ik heb laatst ook eentje weggegeven, maar ik speel echt veel te weinig op een Nintendo Switch, dus laten we daar nu eindelijk eens even een momentje voor nemen. Oké, ik ben klaar met gamen. Dat betekent dat N ook geslaagd is, dus we hebben nu het woord Thomas en we hebben nu het woord van. Dat betekent dat we nu bij het woord grinsfan aankomen. Als ik heel eerlijk met jullie moet zijn, ik voel me een beetje vies. Ik kom regelrecht zo uit de sportschool. Ik heb vanmorgen nog niet gedoucht nadat ik gesport heb. Ik hoop gewoon dat ik de G van jullie in het woord gewassen mag plaatsen. Ik ben echt een excuusje aan het bedenken. Ik hoop dat het goed gekeurd wordt bij jullie, maar ik ga nu eventjes douchen. Tot zo.
Ik ben weer helemaal fris, dan is het nu tijd voor de letter R. En de letter R is natuurlijk van... rijden! En dat doen we natuurlijk in mijn Mini. Ik had het idee om ergens heen te gaan rijden wat met de I te maken heeft. Want het is natuurlijk G-R-I. En de letter I is natuurlijk van... intratuin. Ik moet alleen heel eerlijk bekennen dat ik werkelijk geen idee heb wat ik nodig heb. Want ik heb niks nodig. Dus laten we gewoon op zoek gaan naar een leuk plantje voor in ons huis. En die hebben ze hier zeker wel. Oh my god, er staan allemaal kerstdingen al. En ik zie iets heel vet. Gouden kerstballen. Een heel kerstdorp. Eigenlijk moet ik dit gewoon in huis hebben. Maar dat gaat Rutger ook nooit leuk vinden. Jongens, dit is echt een hele rare dag. En heel toepasselijk. We hebben het natuurlijk over mijn naam Thomas. Maar hier staat Thomas de trein. Heel jammer dat de K van konijn niet in mijn naam zit. Anders had ik jou wel heel graag mee naar huis genomen. Ik denk dat ik heb gevonden wat ik wil gaan kopen. Ik denk dat ik voor deze ga. En dit schijnen hele bijzondere plantjes te zijn. Want die voeden zichzelf. Dus je kunt deze gewoon dicht laten zitten. En dan komt er dus vocht hier onderuit. En dat is dan weer het water voor de plant. Heb ik me laten vertellen. Dus ik vind dit wel cool. Het is nu tijd voor de N. Ik heb eigenlijk meer zin in de S. Dus als jullie het goed vinden, doe ik eerst de S en dan de N. De S van Starbucks. Het is gelukt, jongens. Ik heb mijn koffie en ik heb mijn bananenbroodje. Dat is eigenlijk altijd mijn vaste ritueel als ik bij de Starbucks kom. Een gek op bananenbrood. Maar ik heb nog iets. Ik heb twee van deze mokken gekocht en kijk hoe vet die kleuren zijn. Dan eet ik hier heel gezellig met mijn plant. Mijn bananenbroodje en mijn koffie. En dan is het weer tijd om naar huis te gaan voor de letter N. Want die moet ik nog steeds doen. Ja, de letter N. Wat gaan we doen bij de N? Dit beeld is toch echt te cute voor woorden, jongens. Het schattige is, het lijkt alsof ze hapt op de beer. Maar ze maakt nooit beertjes kapot. Ze is daar heel zuinig mee. En zoals afgesproken zou ik natuurlijk ook nog mijn letter N nakomen. En de N is natuurlijk van naschilderen. En dan zul je vast wel denken, Thomas, wat ga je doen? Nou, ik heb besloten. Ik heb allemaal al spullen in huis. En ik dacht opeens, jongens, jullie tekenen mij en Rutger en Paco zo vaak na. En blijf dat vooral doen en tag ons daarin. Want ik vind dat echt heel erg leuk om te zien, al die fanarts. Maar ik dacht, ik ga eens kijken wat ik kan op gebied van tekenen. En zoals jullie al in eerdere video's hebben kunnen zien, ben ik er niet heel goed in. Maar laten we het gewoon gaan proberen. Ziet dit er professioneel uit of ziet dit er professioneel uit? Ik ben heel trots op mezelf. Nu nog een kunstwerk maken. Ik denk dat ik ga voor deze foto. Dit is de eerste foto met z'n drieën. Dus ik vind dit wel een toepasselijke foto om na te gaan schilderen. Ik heb ook geen idee waar ik eigenlijk begin. Ik denk dat ik bij Paco moet beginnen. Maar Paco is wit en dit doek is ook wit. Dus eigenlijk heb ik alleen maar zwart voor de ogen nodig. Eventjes een tussenstand tot nu toe. Dit ben ik. Dit is Rutger. En hier moet zeg maar Paco voorstellen. Nou ja, ik moet nog de gezichten en de bomen maken. Het is slecht. Ik weet het. Maar het eindresultaat zal jullie echt verbazen, jongens. Het is ondertussen een half uur later. En ik kan je vertellen, mijn schilderij is af. Nogmaals eventjes voor het duidelijke beeld. Dit is de foto die ik ging namaken. En dit is het resultaat. Oh, wat is dit erg. Dit is Rutger. Dit ben ik. En dit is Paco. Ja, dit is mijn schilderij. De N van natekenen is bij deze ook geslaagd. Laat even weten in de reacties wat je hiervan vindt. En doe een duimpje omhoog. Als jij hem toch wel heel erg mooi vindt geworden, dan halen we misschien ook nog onze like goal. Ik ben vanmiddag druk aan het schilderen geweest. En ik wil het je eigenlijk laten zien. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Schilderen. 3, 2, 1. Nou, wauw. Die is mooi. Ja, ik weet wel welke dat is. Gewoon hier buiten. Met Paco. De eerste foto met Paco. Ja. Vind je hem mooi? Nou, hij is heel mooi. Maar ik ben benieuwd. Stel je voor als je deze op straat laat zien. En dan moeten mensen gokken hoe oud degene is die dit heeft geschilderd. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik heb echt mijn best gedaan, hè. Met echt acrylverf ben ik bezig geweest. Wow, nee, maar ik vind het echt, als je het deze op marktplaats zet. Ik denk dat ik er wel 1000 euro voor krijg als ik deze echt officieel ga verkopen. Denk ik ook. Ik ben nu bij de V aangekomen en ik dacht de V. Ben ik. Een verre wandeling met Paco. Dat is gezellig, toch? Het regent. Oh echt? Alles voor Paco. En toen waren wij bezig met de lange wandeling. Verre wandeling, wacht, nou. Vee van verre. En Paco heeft heel erg zin in. We zijn weer thuis, zoals je misschien een klein beetje kan zien. We zijn helemaal nat geregend. Maar het was wel een hele leuke wandeling en Paco heeft heel veel gerend. Dus het zal wel uitgeput zijn, zou je denken. Nou, ze is nog volop aan het spelen. Het is tijd voor de ene laatste letter. En dat is letter E van natuurlijk. Eten. Wat eten we? Indiaans. En de bedoeling is dat je een wrap pakt. Scheur je zeg maar een stukje af. En dan pak je een vleesje. En het is echt super lekker. En mijn buikje is weer dik. Jongens, ik heb heerlijk gegeten. Dan zijn we nu beland bij de allerlaatste letter.
letter en dat is de letter N. De N is natuurlijk van een nawoord en dat betekent dat ik een heel mooi nawoord aan jullie ga vertellen voor deze video. Ik kan je vertellen dat ik het een hele leuke dag vond en ook wel ergens een beetje een vreemde dag. Dit gebeurt er dus als je één dag leeft volgens de letters van je naam. Je vraagt iemand ten huwelijk, je gaat schilderen, je doet echt de gekste dingen. Maar opgeteld vond ik het wel een hele leuke dag. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Vonden jullie het leuk? Doe dan vooral eventjes dat duimpje omhoog, want dan halen we natuurlijk de like goal. Dan wil ik jullie nogmaals bedanken voor het kijken naar deze video. Dan was dit mijn nawoord en is mijn volledige naam bij deze compleet. Ik zie jullie gewoon volgende week dinsdag weer met een splinternieuwe video om 7 uur in de avond. Houdoei!